Tijdens onze Brutus. Brutus? Nee, man. Ik heb een nieuwe regenpak voor mezelf gekocht. Gewoon bij de supermarkt. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zondag de 13e, een dag voor Valentijnsdag. En we leven alweer om 15:24 uur, dat ik ga eventjes met mijn meisjes uit. Daarna ga ik boodschappen doen. En ja, we zien wel waar het schip strandt en ik probeer er wat in mee te nemen. Maar of het echt allemaal lukken gaat, dat is natuurlijk vraag 2. Want ja, ik rijd natuurlijk in een scootmobiel. Wij zeggen hier een booster, maar ja, hebben we nou nog een booster? Maar ja, die heb ik niet en die neem ik ook niet, nee. Maar het is een leuk woordspeling, ja. De meisjes die liggen bij elkaar, hoe lief. Hé? Zijn jullie lief? Ja, hè? Ja. En Gandalf die zit achter de deur, dus zal ergens boven wezen, weet ik veel wat. Het zal. Ik ben blij met mijn pruikie, ja, echt wel. Het ziet er weer netjes uit, dacht ik. En ja, ze heeft het goed gedaan. En ik mag gewoon blijven vloggen. Dus ja. Ja! Ik vind het leuk. En krijgen korting, dus ja, waarom niet, hè? Dus Golden Sisters, ja, daar doe je het voor. En ik ga, helaas is mijn vertrouwde kapster er niet meer. Maar ja, ik ga niet naar helemaal, als ik een knipbeurt of wat dan ook moet hebben, een andere kant op. Nee, daar begin ik niet aan. Heb ik nog nooit gedaan en dat zal ik nou ook niet doen. Wat een ander doet, moet een ander weten. Maar ik heb het nog nooit niet gedaan. Ik heb eerder een vaste kapster ergens gehad bij een andere kapsalon. Die ging daar ook weg omdat ze voor zichzelf. Nee, het was een hij. Die ging ook voor zichzelf beginnen. Maar ja, die vertrok helemaal. Die ging helemaal ergens anders naar een andere stad. Ik zei, ja, ik kom je niet achterna hoor. Nou, en in Friesland heb ik het ook een keer gehad. Ook een kapsertje bij een kapsalon en die deed altijd mijn haar. En die ging ook voor weg en ook voor dezelfde. Nou ja, sorry, kom niet jou achterna hoor. Er zijn meerdere die ook het goed kunnen naar mijn zin. Dus ja, ik ga er niet achteraan, nee. Maar, dan hadden ze maar moeten blijven, ja toch. Ik hoef niet van kapper te veranderen, want de kapper op zich, het is daar op zich ook vriendelijk en lief en hartelijk ontvangst, dus ja, waarom zal ik ook dan van een andere kapper gaan veranderen? Dat vind ik niet nodig, nee. Maar ja, oké, gedane zaken nemen gekeer. Het is nou eenmaal zo en Linda is verder zijn beste lieve schat van de meid. Echt wel, maar ik ga daar niet achteraan naar een andere wijk toe. En als je het 20 wilt gedaan hebben, nou dan moet ik helemaal naar de andere kant van de stad. Nou nee, Linda, lieve schat, nee. Echt niet, dat doe ik niet. Maar ja, je hebt een andere erbij, dus ja, je hebt al een vaste klant erbij, dus die komt naar jou, maar dat is voor haar ook weer dichterbij, een stukje. Dus ja, maar oké, lieve vrienden allemaal, ik zou zeggen, het is mooi weer, het is wel koud, het is bitter koud, dat weet ik. Ja, ik heb nog steeds koude handen, en, maar we gaan het wel door. De handschoenen helpt al niet eens, nee. Maar in ieder geval, we gaan er doorheen. De kou trotseren. Lekker een dikke jas aan. En dan gaan we met die banaan. Hé? Lopen. Ze blijft mooi liggen. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Van jullie dag. Doe het met een lach. En ik kom steeds weer retour. Ja hoor. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Blijf genieten. Van al mijn vlogs. Ook onderaan staan een heleboel vlogs. Als je net ingeschakeld bent en je net geabonneerd,
Je hebt genoeg te kijken. Gewoon even naar beneden scrollen. Maar vergeet je eerst niet te abonneren. Dat is altijd... als ik ervoor zit, is het... als ik zo voor mijn scherm zit, zit er dan een grijs rood balkje. Daar staat abonneren op. Als je erop drukt, wordt het geloof ik grijs. Dan komt er een belletje tevoorschijn. Moet je ook op klikken. En dan zet je op alles. Kind kan de was doen. Ja toch? Dus niet vergeten, abonneren en op het belletje te klikken. Dan krijg je ten alle tijden, krijg jij een berichtje wanneer er weer op YouTube een filmpje van ons tevoorschijn komt. Want dat doet YouTube zelf. Wij plannen in en YouTube doet de rest. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien dat ik weer ergens aan ben beland. Nou ja, een witte muur. Maar ja, als ik dat al laat zien. En dan weten jullie al genoeg waar ik ben. En ze was in de tuin bezig. Ze hoorde me niet kloppen op het raam. Ze hoorde me niet bellen. Ik heb zelfs de telefoon gepakt. Haar opgebeld, maar die lag aan de lade. Ja, dat wist ik ook weer niet. Maar ze was in de tuin aan het werk. Ja, dan heet je dat. Ze is nou de boel even aan het opruimen. Ik zit op een andere stoel dan ik normaal zit. Maar op mijn stoel waar ik normaal op zit, daar is onze Brutus. Brutus. Hé, man. Ja. Is onze broertjes en daar komt onze werkster. Ja, daar komt onze onze harde werkster. Ja. De tuin, de tuinvrouw. Ja. Ja. Iemand moet er werken, hè? Ja, inderdaad. Dus ja, we gaan lekker even een bakje koffie doen. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik weer thuis. En ik heb koffie bij me staan. De boodschappen heb ik allemaal al opgeruimd. En ik heb een klein beetje aan het hamsteren geweest. Want ja, je weet nooit meer wat ze gaan doen allemaal. En ook, ja, het is zo erg koud. En dan probeer ik liever mijn energie voor de meisjes te houden. Dat ik met ze kan lopen. En de rest lekker binnen zitten. Want het is zo bikkelkoud. En dat kan ik dus niet tegen. Want dan ga ik verkrampen. Want mijn nekwervels zijn versleten en noem maar op. En dan verkramp je. En dan kom je eigenlijk in principe, ja, doodziek thuis wil ik niet zeggen. Ze noemen het wel zo, want je bent er even goed ziek van. En dat duurt een uur tot twee uur, totdat je echt weer goed warm bent. Maar je verkrampt helemaal, dus je kan twee, drie keer niks. Je kan je rits niet loskrijgen, et cetera. Nou, ik moet nu wel, maar normaal gesproken werd het voor me gedaan. Nee, nou moet ik op mijn tanden, oh ja, ik heb geen tanden, maar dat doet er niet toe, als het ware moet je op je tanden bijten om dat voor elkaar te krijgen. Nou, niet leuk, zal ik je vertellen. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon weer lekker er tegenaan. Ik heb een nieuwe regenpak voor mezelf gekocht. Gewoon bij de supermarkt. Ja. Dus ja, dan hoop ik dat het beter zit dan wat ik nou allemaal heb. En dat het, deze kan tenminste ook meenemen, weet je. Gewoon in dat zakje houden. En als ik dan onderweg al een buik kan verwachten, dan kan ik dat. Oh, de rits moet nog even dicht. Kan ik hem eruit pakken. Maar die gaat dus mooi in mijn voortas van de booster of zo. Weet ik veel. We zien en het wel dezelfde beleven. Ik hou hem nou eerst gewoon binnen, want ik heb hem ook binnen met de meiden nodig. Maar zoals van de zomer, ja, ik denk dat ik er desnoods nog eentje bij koop, weet je. Dat zien we nog wel. Zolang de voorraad strekt. Toch? Ja, je weet me nooit. Nou ja, en ik heb een paar foldertjes even door de brievenbussen gedaan. Van dit. Daar staan een aantal punten op. Maar ja, dat kunnen jullie nou niet lezen. Dat komt nog wel, dat laat ik jullie wel lezen. Dat doe ik van de week even bij daglicht en dan laat ik het jullie even zien. Dan keer ik de camera gewoon even om en dan laat ik het jullie zien. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ook heb ik op mijn keukenraam een poster zitten. Ik zit verkeerd te wijzen. Ik moet even kijken hoe ik dat moet hebben.
daar. Ho, daar hangt een poster. Ja, dus helemaal goed. We gaan nou mijn koffie opdrinken. Daarna ga ik de meisjes uitlaten. En ik moet nog renderen, dus ik heb nog een hoop te doen. Ik ben ook nog bij mij, nou dat weten jullie, dat ik bij Marianne zat. Ja, die was de tuinvrouw. Ja, ze was aan het tuinieren. Moet ook gebeuren, maar met die kou, nou nee toch. Er zijn meerdere dagen dat het beter weer is. Doe dan. Maar ja, ieder zei, ik zou het niet doen. Ja. Ik ben, ik is zij, is zij. Simpel. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Thank you.